Dit is de Toshiba Satellite S50B13e. Het is een 15,6 inch laptop met een dual Hasso Refresh i5 processor en 12 GB werkgeheugen. En dat betekent dat deze laptop heel erg geschikt is voor het professioneel bewerken van foto's en video's, het bekijken van allerlei soorten on- en offline multimedia op Full HD, het spelen van spelletjes, maar natuurlijk ook de dagelijkse dingen zoals office en internet. Nou, als we eerst even naar het materiaal gaan kijken, zien we dat deze laptop best wel fraai is afgewerkt met een soort van aluminium aanvoelend kunststof aan de bovenkant met een hele mooie horizontale brush look in de body. En aan de onderkant zien we een mat zwart materiaal en ook zien we dat de batterij vervangbaar is, wat natuurlijk wel fijn is om te weten. Hij is maar 1,99 centimeter dik en 2,08 kilo. En dat betekent dat hij voor een 15 inch best wel compact is. En ook ongetwijfeld zonder moeite mee op reis kan in speciale rug- of aktetassen. Nou, ik zal bij dat scherm wel even een A4'tje houden, zodat je een idee krijgt van hoe groot het scherm ongeveer is. En als ik die op de rand leg, dan zie je dat hij aan de zijkant net iets groter is, maar net iets minder hoog is dan een standaard A4'tje. Nou, dat scherm wat erin zit is een glanzend Full HD scherm en dat betekent dat hij echt hele mooie volle levensechte kleuren produceert en een heel scherp beeld weergeeft. Nou, aan de bovenkant van het scherm vinden we een HD Ready webcam. Het toetsenbord heeft een numeriek gedeelte aan de zijkant op een verlicht toetsenbord, wat natuurlijk heel fijn is op het moment dat je in een niet zo goed verlichte ruimte zit. En het touchpad is heel fraai weggewerkt in het design met een hele mooie bezel. Maar mocht je dat nou niet fijn vinden werken, kan je natuurlijk altijd naar mensen een bedraad of een draadloze muis op die laptop aansluiten. Nou, aan connectiviteit heeft hij wifi AC en op dit moment de snelste consumenten wifi op de markt. En ook heeft hij Bluetooth 4.0 waarmee je andere apparaten die het ook hebben, zoals je smartphone of je tablet, draadloos kan koppelen zonder met kabels aan de slag te hoeven. Mocht je dat overigens niet hebben, kan je de kaartjes van die twee apparaten natuurlijk ook direct in de carrier van de laptop steken. Aan USB-poorten heeft hij aan de rechterkant twee keer USB 3.0 zit en één keer 2.0 aan de linkerkant. En met die 3.0 poort heb je altijd de hoogst mogelijke transfer speed op apparaten die dat supporten. En daarnaast vinden we een HDMI poort. En met die HDMI poort kan je eventueel een extra monitor aansluiten. Of hem aansluiten op bijvoorbeeld de tv. Maar let er wel op dat deze laptop geen optische drive heeft. Dus mocht je cd's of dvd's willen afspelen of branden, dan zul je er echt een externe brander bij moeten aanschaffen. Nou, een interne opslag heeft hij een 1 terabyte harde schijf en een dedicated AMD Radeon R7 M260. En dat betekent dat je spelletjes zoals Battlefield 4 of Call of Duty kan spelen, maar dan wel op de lagere instellingen. Nou, zou je nou meer willen weten over deze laptop of zou je er gelijk in willen aanschaffen? Ga dan naar laptopshop.be of kom langs in een van onze winkels.